Overheidsvoorlichters krijgen een protocoltraining. 17e editie Surifesta officieel geopend. En ongedierte en schimmel bedreigen wereldwijd bananenproductie. Protocol is een belangrijk onderdeel van de diplomatieke praktijk. Vandaar dat de overheidsvoorlichters vandaag een training in protocol hebben gevolgd. Protocol omvat etiketten op een lokale en internationale schaal en de praktijk van goede manieren op dagelijkse basis. De protocoltraining heeft een theoretisch en een praktisch gedeelte. De participanten demonstreren hoe gasten moeten worden ontvangen. Deze training heeft de cursisten een aantal zaken bijgeleerd die direct toegepast zullen worden. Eerlijk gezegd, dus voor mij is het een geweldige eye-opener geworden op verschillende gebieden. Ik heb bepaalde dingen kunnen ontdekken waaraan ik twijfelde in mijn werk. En voor de toekomst ga ik ze zeker toepassen, vooral op mijn ministerie, naar mijn minister toe. En zulke momenten zijn echt goed om mee te maken in je werk. Ik heb geleerd hoe gasten te ontvangen. Ook de minister van Justitie en Politie, als je op bezoek, werkbezoek mag komen bij de brandweer, hoe om te ontvangen. Ook zo wat betreft het hijsen van de vlag en het neerhalen van de Surinaamse vlag. Het volkslied. Ik heb geleerd dat er meerdere volksliederen zijn, maar dat er maar één nationaal volkslied is. En dat die bestaat uit twee coupletten. De International Protocol Manager Vincent Lepenblad, die de training heeft verzorgd, geeft aan wat het belang is van protocol. Protocol moet chaos voorkomen. Nou, deze training is heel belangrijk. Niet alleen voor de voorlichters, maar ook voor iedereen die te maken heeft met protocol. Hierdoor leert men om te gaan met een seating, hoe men moet begeleiden en wat een protocol officer in feite allemaal doet. Want in de praktijk denkt men vaak, het is gewoon begeleiden van de deur naar de zitplaats. Maar protocol officers doen veel meer dan dat. Los van het begeleiden doen ze ook het voorbereidend werk. We moeten weten wie de gast is, van waar komt hij, heeft hij een visum nodig, wat zijn de voedselrestricties die hij heeft, hoe staat het met zijn gezondheid. Wat zijn de normen en waarden in Zeeland? Al dat soort dingen zouden we van tevoren moeten weten om het te maken tot een geslaagd evenement. Volgende week sluiten de overheidsvoorlichters de verschillende trainingssessies af met een certificaatuitreiking. De 17e editie van Surifesta is gisteren officieel geopend. Stichting Surifesta heeft dit gedaan middels het instellen van een speciale prijs, de Oruyari Award, die voor het eerst werd uitgereikt. Vorig jaar werd Surifesta geopend met een documentaire over Oruyari in Suriname. De ceremonie vond gisteren plaats in TBL Cinema en was te vergelijken met een televisieprogramma dat gecombineerd werd met scènes en beelden. De genomineerden voor het winnen van een award werden via het scherm aangekondigd. Er waren 5 awards te winnen. De Oruyari Video Award, gewonnen door Quincy Lisse. De Oruyari Company Video Award, gewonnen door Fawaka Creations. De Best Commercial Award, gewonnen door Cheese Jewelry and Watches. De Best Media Moment Award, gewonnen door Tyron Spong. En de People's Choice Award, gewonnen door Vijay Rambali. Met de uitreiking van deze awards wil Surifesta niet alleen de Oruyari-sfeer opwekken bij de bevolking, maar ook Surinaamse mediabedrijven bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Een aantal senioren burgers heeft vandaag de jaarlijkse kerstviering met First Lady Ingrid Bouterse-Waldering beleefd. Bouterse-Waldering werd door haar man, president Desiree Bouterse, vergezeld bij deze activiteit. Het drukbezochte feest werd in het Flamboyant Park gehouden. Kerstfeest is een familiefeest en deze traditie moeten wij blijven behouden. Mede door u is Suriname één grote familie, dwars door alle religieën, dwars door alle etnische groepen. Wij zijn groot veel een voorbeeld voor de wereld en laat het zo blijven. Laat niemand jullie verdelen. We zijn één. Vandaag is speciaal voor jullie georganiseerd
als blijk van onze dankbaarheid voor jullie inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van ons geliefd land Suriname. Tijdens de jaren dat jullie productief werkzaam zijn geweest. Er zijn nog vele redenen die wij kunnen opsommen om blijk van waardering aan jullie over te brengen. Kortom, jullie zijn een belangrijke doelgroep in de samenleving en daarom wordt door de president en de regering het nodige gedaan om het leven voor u zoveel als mogelijk draaglijk en aangenaam te maken. Na haar speech droeg de eerste vrouw van het land een gedicht voor aan de senioren getiteld Wanglobitori. Zij begaf zich tussen de ouderen voor een babbeltje en een handdruk. Er waren onder andere optredens van de groep zingers en een kinderkoor. De ouderen kregen een goed gevulde tas mee naar huis. John Seedorf blijft erbij dat hij de voorzitter is van de bond bij het Korps Brandweer. Hij beweert dat de bond door het personeel is gekozen en dat de leden per acclamatie hebben aangegeven dat hij door moet gaan. Seedorf is ook van mening dat leden geen verdaagde vergadering kunnen uitschrijven en nog minder besluiten kunnen nemen, omdat het statuut iets anders aangeeft. Het bestuur is verplicht. Ik ben verplicht dat te doen. En mensen moeten, althans die brandweerlui, die aangeven een verkiezing te hebben gehouden, dat ze dat perfect moeten doen en aangeven, zodat iedereen dat begreep. Want dat is niet gebeurd. Wanneer je aan het begin van je situatie handelingen pleegt waarvan dat incorrect zijn, dan kunnen we niet op het eind zeggen van maar ik heb nu een verkiezing gewonnen en ik ben daar. Dan wil ik dat even uitleggen ook. De mensen hebben een vergadering aangevraagd. Die vergadering is gekomen. En op die beurse vergadering heeft de algemene ledenvergadering gezegd, we gaan verdagen. Waarom? En als primus inter pares toen heb ik gezegd, we gaan moeten verdagen omdat die verhitting van die aard is. Dat mensen op de vuist zouden gaan. Op maandag 14 oktober heeft de actiegroep binnen de bond een algemene ledenvergadering uitgeschreven. En op de vergadering is John Seedorf afgezet door het interim bestuur onder leiding van Steven Casancario. Op die vergadering waren er 130 van de 600 leden aanwezig. Vrijdag aanstaande zal er een persconferentie gehouden worden. Op deze persconferentie zal de nieuwe leiding de maatregelen die genomen zijn samen met het nieuwe bestuur presenteren aan de leden. De Nationale Volksmuziekschool, de NVMS, spreekt van een goed en succesvol 2013. Dit maakt de school bekend tijdens de afsluitingsweek voor wat dit jaar betreft. In 2013 heeft de school enkele punten aangepakt die mede hebben gezorgd voor een goed verloop voor zowel de Nationale Volksmuziekschool als de studenten. Met de introductie van nieuwe ideeën merkt de huidige directeur op dat het aantal belanghebbenden flink is toegenomen. Nou, de school is gegroeid in 2013. We hebben meer docenten, we hebben verschillende muzieklessen die erbij zijn gekomen. Het aantal leerlingen is gegroeid. Het is elk jaar eigenlijk dat de school groter wordt en aan grotere projecten ook meedoet. Er zijn extra lessen erbij, muzieklessen erbij? Ja, klopt. In mei zijn we begonnen met het is fijn om muzikaal te zijn. In eerste instantie konden alleen kinderen vanaf 7 jaar naar de muziekschool komen. Dat is nu veranderd. We kunnen nu lessen aanbieden vanaf 4 jaar, van 4 tot 7. En dat is eigenlijk ter voorbereiding van de echte muzieklessen. Cario Reggio geeft verder aan dat de school het komend jaar meer aandacht wil besteden aan de uitbreiding van de verschillende leslokalen. Met de groei van het aantal leden is het vanzelfsprekend dat de bestaande 9 lesruimtes niet meer in staat zijn om een ieder te accommoderen. We zaten vorig jaar rond de 900, het is nu iets meer dan 900. Dus het gaat goed, we hebben ook iets meer docenten nu, dus we groeien. Over het geheel blijft de directeur erbij dat de school een zeer positief jaar heeft doorgebracht, hetgeen zorgt voor een goede start van het komend jaar. Een hoogtepunt voor de NVMS is de extra muzieklessen die intussen ook op de blinde school worden verzorgd. Inmiddels is de NVMS druk bezig om de muziekdocenten ook braille schrift aan te leren om de doelgroep beter te bereiken.
Deze week wordt het lesjaar 2013 officieel afgesloten en start de school weer op 6 januari 2014. Tijdens verschillende optredens in verband met de komende kerstdagen worden een aantal leerlingen van de NVMS in de gelegenheid gesteld om hun opgedane kennis en ervaring aan het publiek te tonen. De VHP-mediacommissie moet zich de komende periode extra gaan richten op de algemene vrije verkiezingen die in 2015 worden gehouden. Deze boodschap gaf VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi gisteren aan het mediateam mee tijdens hun algemene jaarafsluiting. De avond was weer gericht op de huldiging van een aantal talentvolle jongeren die zowel nationaal als internationaal hebben gepresteerd. Het ging vooral om jongeren uit het district Wanica die de meeste titels haalden in 2013. Deze overhandigingen waren onderdeel van de avond. Het hoofddoel van de meeting was om samen met de leden van de mediacommissie het jaar 2013 af te sluiten en de voornemens voor 2014 te bespreken. We gaan dus met alle partijstructuren in januari, februari 2014 brainstormen om hoe wij de partij groter en sterker kunnen maken, hoe wij grote delen van de gemeenschap kunnen laten zien wat de partij beoogt en waarvoor, wanneer zij op de VHP stemmen, gemotiveerd stemmen en waarvoor ze stemmen. Meer input vanuit de mediacommissie om de strijd aan te gaan volgens VHP-voorzitter. U merkt de tegenkracht van andere mediahuizen, soms puur gericht naar de VHP toe. Maar mensen, zodra je hoort dat men tegen de VHP bezig is, zodra men hoort dat men tegen de VHP-voorzitter is, enig wat hij moet doen is, blij zijn en sterk zijn, want er is een dreiging, maar één dreiging, dat is de VHP. De VHP-mediacommissie bestond op 2 december jongstleden 2 jaar. Gisteren werd tijdens de bijeenkomst ook aandacht hieraan besteed. Volgens Krishna Dutt Bainat is de bijdrage vanuit de mediacommissie ver boven verwachting en hiermee is het belang van hun bestaan aangetoond. Dat is zover mijn bijdrage aan het journaal.